Like challenge. Like de video als jij kan lezen welk woord hier staat en laat het woord in de comments achter. Vandaag checken we hoe Brookhaven eruit zou zien als Jenna het heeft overgenomen. Ik heb een vliegend tapijt bij me, dus laten we gewoon beginnen bij de soort van winkels en zo. Oh my gosh, alleen maar Jenna's. Oké, misschien is dat toeval. Laten we naar de ijsjesalon gaan. Waar Jenna achter de kassa staat. Oké, geen probleem, er is meer. We hebben hier de kapper met Jenna. Ik denk dat ik het al begrijp. Jenna, haar plan is om ervoor te zorgen dat elke speler eruit ziet zoals haar. Ik heb de server op pauze kunnen zetten. Dat zou dus betekenen dat ze me niet moeten kunnen zien. Wow. Een hacker Dominus op de pizza? Dat is een rare topping. En wat gebeurt daar? Lijkt wel op een vulkaanuitbarsting. Wow, een soort van hackerblok. Maar wacht even, er is meer. We hebben hier de bank. Die lijkt wel leeg te zijn. Wat ik begrijp, Jenna hoeft niet naar de bank. Ze kan letterlijk alles inspannen. En zelfs in de kledingwinkel alleen Jenna? And no way. Een Jenna auto voor de school? Wacht, kan ik erin rijden? Dude, dit is zo gaaf! Oh, het is lastig te besturen. Stel voor, je gaat hiermee naar school. Over school gesproken. Nu ben ik wel heel benieuwd. Nee, er is niemand. Dit is het kantoor van de directeur. Oh nee, en dat is zelfs Jenna. Die auto waar ik net uitsprong, rijdt gewoon rondjes uit zichzelf. Maar het is me duidelijk. Als Jenna Brookhaven zou overnemen, is het één grote chaos. Eén hele grote chaos. Laten we de rust even opzoeken daar ginds. Het rustige gedeelte van Brookhaven. Wat hebben we hier? Twee kooien? No way. Amy en Sonic? Oké, luister. Ik heb de server gedeeltelijk op pauze staan. Maar schijnbaar zijn er nog een aantal karakters die niet gepauzeerd zijn. Maar dat komt goed uit, want ik wil dat Amy en Sonic vrij zijn. Oké, we hebben ze vrijgelaten. Dat voelt goed. Er staat er iemand bovenop. Oké, wacht even. Wat hebben we hier? No way. Dit zijn een soort van mini-gevangenissen die Jenna gebruikt om spelers die nog niet in haar zijn veranderd tijdelijk gevangen te houden. Maar schijnbaar zijn ze al ontsnapt. Goed gedaan, jongens. Oké, wat hebben we als we deze kant op lopen? Wow, je maakt een grap. Dit lijken wel de soort van bewakers van Jenna. En het lijkt wel alsof ze elkaar inmaken. Ze zijn niet zo goed getraind. Maar wat ik trouwens raar vind, is het lijkt wel alsof het als een soort van spoor naar boven gaat. Kijk maar. Maar wat is daarboven dan? Is dat een dak? Momentje. Even kijken. Wow, wat? Oké, luister. Het is bekend dat Jenna een hacker is. En ze kan dus ook letterlijk alles spannen wat ze wil. Dus waarom één auto als je er 100 kunt kiezen? Raad in de comments, hoeveel auto's zijn hier? Ik ben benieuwd of iemand het goed kan raden. Maar wacht, kunnen we hier naar binnen? No way. Jenna haar huis, denk ik. En kijk hoe mega goed het beveiligd is. We hebben lava, spikes. Oké, gelukkig staan deze piggies wel op pauze. Anders hadden ze me waarschijnlijk nu al lang ingemaakt. En dit is ook zo suf. Kijk dan. Je hebt hier letterlijk lasers, maar je kunt er gewoon omheen lopen. We zijn binnen in Jenna haar huis. Oké, het is vrij donker. Alle stoelen zijn omgegooid. Ik wil eigenlijk op de bovenste verdieping kijken. No way! Oké, Jenna mag niet weten dat we die hebben. Wij gaan snel naar boven toe. Wat kunnen we hier nog meer vinden? Heel voorzichtig. Ik wil eigenlijk naar haar slaapkamer. Wacht eens even. We zijn er. En wat is dat? Een soort van hacker-ei? Oh nee. Heeft Jenna het voor elkaar gekregen om eieren te ontwikkelen waar ze uitkomt, zodat ze zichzelf kan klonen? Typisch iets voor haar. Maar er moet toch nog meer zijn? Ik heb namelijk het idee dat als Jenna iets verborgen houdt, dat dat in haar huis is. Wacht, er is hier een ladder naar boven. Maar ik moet hier naar binnen zien te komen op de zolder. Kan ik niet door een raam heen? Wow, wat is dat? Oké, wacht even, wacht even. Misschien kan ik naar binnen glitchen. Nee, het werkt niet. Oké, dan proberen we het nog één keer van binnen uit. Er moet toch een trap naar boven gaan. Dus hier is de slaapkamer. Oké, nu kunnen we erachter komen wat dat is. Oh, snap, wat? Dit is denk ik de echte Jenna. En vanuit hier bestuurt ze alle Jenna's die we net in de stad van Brookhaven zagen. Maar wacht eens even. Dit is een soort van computer. Kunnen we hem uitzetten? Oh, snap. Wegwezen. We hebben het alarm laten afgaan. Oh, nee. Maar wacht. Nu we hier toch zijn. Jenna is blij met haar auto's. Weg met die auto's. Hupsakee. Ze denkt dat ze kan vals spelen. Ze denkt dat ze iedereen kan veranderen in zichzelf. Wij zijn het daar niet mee eens. Ik ga er waarschijnlijk wel een tijdje mee bezig zijn als ik echt al deze auto's wil exploderen. Maar als je het aan mij vraagt, heb ik het ervoor over. Kunnen we er trouwens ook in rijden? Oh, we kunnen hem letterlijk stelen. We zitten vast in een andere auto. Het alarm is trouwens gestopt. Laten we hopen dat dat zo blijft. Kunnen we niet meedoen met deze battle? Wow. Oh. Nou, beter van niet. Dit is volgens mij de enige plek waar ik nog niet naar binnen ben geweest, dus ze staat daar. Of tenminste, nee, wacht! Is dit wat ik denk dat het is? Als ik op deze knop ga staan, dan ben ik Jenna! Tenminste,
Er is één ding waaraan je kan zien dat ik niet de echte Jenna ben. Oh, dude. Ik heb mijn eigen haar gehouden. Maar ik moet zeggen, Jenna met een meloenhanenkam. Waarom niet? En moet je kijken wat Jenna heeft gedaan met wat ooit de mooie Brookhaven huizen waren. Het is letterlijk een chaos. Maar gelukkig is dit alleen een wat als. En ziet de echte Brookhaven er een heel stuk beter uit. Het is zo raar om hier nu weer rond te lopen en te weten hoe het eruit zou zien als Jenna het hiervoor het zeggen had. Maar laat in de comments weten. Stel voor, een creepypasta zou de burgemeester zijn van Brookhaven. Wie zou jij kiezen? We hebben nu gezien hoe het eruit ziet bij Jenna, maar laat in de comments weten bij wie je het nog meer wil zien. Misschien wil je weten wat er gebeurt als de Rainbow Friends het voor het zeggen hebben in Brookhaven. Of misschien ben je wel benieuwd naar Poppy Playtime. En misschien checken we dat de volgende keer. Maar voor nu ben ik Jenna en zit ik op een bij. Jenna is natuurlijk een echte valsspeler. Iemand die goed kan valsspelen. Maar ik ben benieuwd, kan ze op een eerlijke manier winnen in Color Block? Color Block is namelijk een van de weinige games waar je niet in kunt valsspelen. En wat ik bedoel met valsspelen is dat je iets haalt waarmee je beter bent dan de andere spelers zonder dat je eigenlijk beter bent. Is het logisch wat ik zeg? Je bent dus eigenlijk beter door bijvoorbeeld een power-up of een boost en niet zozeer omdat je echt beter bent. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat we iets hebben waardoor we langer in de lucht blijven vliegen dan de rest, waardoor wij bijvoorbeeld eigenlijk te laat op ons blokje zijn, maar er alsnog op tijd staan wegens die boost. Je snapt het. Er zijn nog een aantal mensen. Volgens mij doen we het best goed. Oké, we moeten oranje hebben. Nu ben ik wel benieuwd. Wat is Jenna haar lievelingskleur? Het is niet echt op te maken uit hoe ze eruit ziet. Het is niet alsof ze in een roze... Of nou, tenminste, we hebben net natuurlijk wel gezien dat ze echt iets van 50, als het niet meer is, van die roze auto's had. Dus ik denk dat roze haar lievelingskleur is. Oh my gosh, oké. We hebben nog één iemand naast ons. Het zou dus nog wel eens kunnen dat we gaan winnen. Maar nog niet. Nee, eventjes geduld. Zou er echt geen manier zijn om te kunnen valsspelen in dit spel? Ik wil erachter komen. Schijnbaar was het niet nodig. Jenna heeft gewonnen. Nou ja, vals spelen is misschien niet mogelijk. Maar ik zie hier wel een aantal vleugels. Roze is haar lievelingskleur, maar dat zie ik er niet echt bij staan. Maar wat dacht je van deze regenboogvleugels? Ja, laten we die proberen. Wow, dat ziet er wel heel gaaf uit. Maar nu ben ik echt heel benieuwd. Kunnen we hiermee langer in de lucht blijven zweven? Tot nu toe merk ik er niet veel van. En eigenlijk vind ik dat wel nice. Ook al kan ik me voorstellen dat Jenna het graag anders had gezien. Ik zou het namelijk jammer hebben gevonden als we bijvoorbeeld nu veel makkelijker kunnen winnen. Waardoor de andere spelers eigenlijk een veel kleiner kans hebben, terwijl ze misschien wel beter zijn. Oké, meestal ben ik wel degene die profiteert van vals spelen, maar toch. Dat doe ik eerder omdat ik het gewoon leuk vind om uit te testen. Maar als ik echt ga voor het winnen, dan is het altijd leuker om dat op een eerlijke manier te doen. Oké, het zou wel heel gaaf zijn als we twee potjes achter elkaar kunnen winnen. Maar... we zijn er nog niet. Er zijn überhaupt nog te veel spelers over om onszelf tot de top 3 te rekenen. En sowieso, ik vind dat als je bij de top 3 hoort in een game als dit, dan heb je al een soort van gewonnen. Dan heb je in ieder geval al, weet ik veel, 15 spelers verslagen of zo. Oké, en we zitten in de top 3. Het zou natuurlijk nog mooier zijn als we in de top 1 eindigen. Dat betekent dat ik dus heb gewonnen. Oh, wacht even. Ben je serieus? Jenna, ik weet niet wat het is, maar je bent best wel goed. Moeten we onszelf nu weer belonen met iets? Ik zou eigenlijk niet eens weten wat. We kunnen een trill kopen. Oeh, die is wel heel prijzig. Ach ja, ze heeft gewonnen, dus ze verdient het. Wow. Oh, dat ziet er wel heel gaaf uit. Maar laat in de comments weten. Als Jenna een andere Roblox game over zou nemen dan Brookhaven, welke games zou jij dan willen zien? Ben je benieuwd naar Jenna in Rainbow Friends? Of misschien wel in een obby? Ik wil beide niet. Abonneer voor meer en adios.